Hey filmfans! Hallo, wij zijn Jasper en Iman. En het is weer tijd voor een car review. Praat over films in de auto. En vandaag Ice Age Collision Course. Jongens, wat is het? Deel 5 inmiddels. Ja, eerst een clipje. Ja, laten we eens even kijken. Hello, mammals! Buck, what are you doing here? It's just beginning. The mother of all asteroids screaming towards us. We go to that crash site, search for clues, and then figure out how to stop it. Ik vond het wel leuk, eigenlijk. Ik heb me gewoon een beetje verveeld. Fun sucker! Ik vond het wel grappig. Ik vind dat eekhoorntje altijd leuk. Ah! Ja, dat is wel het leukste van de film. Maar ik heb me vermaakt. Dat mag. Het ziet er toch wel weer mooi uit. Ja, en vertel jij eens eventjes over de kleur paars, Iman. Oh ja. Twee weken terug of zoiets was er een meeting met de regisseur van Ice Age. En die vertelde over de kleur paars. De kleur van het gevaar. De asteroïde die er dus op de aarde afkomt, stevenen. Die is dus paars omringd door, ja, wat is het? Wolken, afval, weet ik veel, wat eromheen slingert. Maar bijvoorbeeld ook het kleine schoonzoontje van Manny, die heeft ook dus paars in zijn vacht zitten. We look so cool. Dus leuk om een beetje op de paarse kleurtjes te letten. Let op het paars in deze film. Neil deGrasse Tyson duikt nog op. Die duikt tegenwoordig in heel veel films op. Die zit zelfs in Batman vs Superman. Het begint wel een beetje een filmhoer te worden. Oh boy. Is dit een pluspunt? Weet ik niet. Ik weet niet of het een pluspunt of een minpunt is. Ik vond het gewoon grappig. Je kunt zeggen Neil deGrasse Tyson zit erin. Maar je kunt ook zeggen Neil deGrasse Tyson zit erin. Om een of andere duistere reden. Behalve money. Al die plotjes over Manny en zijn familie. Dat is gewoon saai. Filler voor het volgende grapje. Ja, alle figuren, personages zijn leuk behalve die mammoet. En ja, tijgers, ze zijn ook dodelijk saai, die voegen niks toe aan deze Maar film. Dat is het toch? Eigenlijk de originele cast van Ice Age heeft niks toe te voegen in deze film. Nee, de film wordt helemaal gemaakt door alle bijfiguurtjes eigenlijk. Let's kill him off en start all. Ja, dat wordt ook lastig. Nou, dat zat ik wel in de film te denken. Waarom zou je niet gewoon wel iets laten inslaan? Gewoon doodgaan. En dan doorgaan met de nieuwe personages. Ik weet de kindertjes dat zo leuk vinden. Maar het zou wel goed zijn. Ja. Ja, hij is vast grappig voor kinderen. Omdat er heel veel bewegende beestjes in zitten. En allemaal dat soort dingetjes. En flauwe humor. Maar ik miste wel een beetje volwassen humor. Een film voor volwassenen leuk maken is meer dan alleen maar filmverwijzingen en popcultuurverwijzingen erin. Ja. 3 sterren. 3 sterren? Ja. Aan de goede kant van de 3 sterren, zeg maar. Goede kant van de 3 sterren. Ik ben wel positief over. Zo, ik ga toch voor 2 sterren. Ik heb er beter gezien. Betere Ice Age film zelfs gezien. Dus dan, ja, dat was dan wel onze auto-review van Ice Age 5. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Dat kan zo hier. Yep, it's definitely over.